We hebben hier zo op View hebben we de Performance Analyzer. Nou, die zit er heel erg lang in. De Performance Analyzer is een mooie tool om te laten zien hoe alles geladen wordt in je PBX-bestand of in je dashboard. Wat je dan doet, is je start te recorden. En dan klik ik de pagina aan waar ik wil, tot daar een breaking op gedaan wordt of op te zien. Ik heb daar een hele trage visualisatie, een matrix. Zie je het, zeg. Hoeveel rijen zit hier dan in? 4 miljoen heb ik dan. Nee. 4 miljoen in Power BI is helemaal niet veel. Alleen als je een slechte DAX query schrijft, dan heb je de kans dat het heel traag wordt. Hoe lang gaat dit duren, Peter? Oh, daar is die. Daar is hij. 46 seconden. Dus dat 46 seconden was dit. 46 seconden. Het voelde als 5 minuten. Maar... Precies, je ziet gewoon dat het eigenlijk allemaal meevalt. Maar die DAX query is hier gewoon het probleem. Je productnamen. Producten. En dan tel je het aantal klanten dat dat product heeft gekocht. Dat product heeft afgenomen. Ja, klopt. Maar ik ga hem als eerste kopiëren. Doe je ding, ja. Nu is eigenlijk alles gekopieerd vanuit deze visualisatie. Nou, dan ga ik weer naar het mooie DAX Studio. Ik heb weer ideeën, oké. Ja, maar ik ga hem eerst even connecten met de nieuwe Power BI die ik heb geopend. Met je tweede bestand, oké. Ja, en ik pak hem hier gewoon in. Dus ik kan het pakken. Het is niet de DAX van de formuletje wat je misschien gebruikt hebt, maar dit is gewoon van de grafiek, de DAX. Op het moment dat ik de online sales open, dan zien we hier zo de measure die ik gebruikt heb. Dus ik ga nu naar de measure, ik klik daar met mijn rechter muis op en dan define measure. Nou, het voordeel daarvan is, tot ik hier zo de measure heb staan uit het Power BI rapport, die staat hier bovenaan en daar kan ik mee spelen. Dus ik kan die helemaal aanpassen, ik kan het verbeteren, ik kan kijken of de performance daar verbetert. Op het moment dat dat goed is, dan kopieer ik de measure en dan kan ik hem gewoon weer terugplakken in mijn Power BI vel. Wat ik dan graag doe, is ik maak deze measure, ik zet mijn server timing aan. En dan zie ik precies wat er gebeurt. Op het moment tot ik hem run. En belangrijk is, als je DAX Studio gebruikt, je kan run query doen, maar dan is het cache is niet leeg. Dus als er wat staat, onthoudt hij dat weer. Hetzelfde als waar we die witte pagina hebben aangemaakt. Dus zorg altijd dat je clear cache gebruikt. Ik heb hem standaard ingesteld, dat is ook mogelijk. Hey, hij is klaar en ik zie een heleboel, informatie daar staan. Nou, totaal doet u die 47 seconden over. Nou, dat is natuurlijk veel te lang. En wat we hier zien is eigenlijk, we zien FE en SE. Nou, en de FE staat voor Formule Engine. De Formule Engine is eigenlijk heel erg traag. Die heeft maar één core, die kan maar één taak tegelijk doen. Die doet hij goed. En op het moment dat die taak afgerond is, doet hij de volgende taak. En dan hebben we ook de Storage Engine en die is eigenlijk heel snel. Dat is een multicore, dus heb je meerdere cores, gebruik je die. Dus je kan heel veel taken tegelijk doen. Nou, dat is een heel groot voordeel. Alleen ze hebben elkaar nodig. Dus soms, eigenlijk maakt de Storage Engine die maakt een datacache en die stuurt die naar de Formule Engine. Die gaat dat berekenen en die stuurt het antwoord terug. Wat kunnen we hier nu mee doen? Storage Engine die stuurt hem eigenlijk, die stuurt meer dan 2500 verzoeken naar die Formule Engine. Ja. Eigenlijk hieronder staan. Dus hij krijgt heel vaak vraag om een analyse of in ieder geval iets uit te rekenen. Per klant of zo? Per product gaat hij zelf per klant uit zijn? Hey, ik heb dit product, hebben we daar klanten voor en zo gaat dat. Zo wordt het berekend. Nou, dat is natuurlijk niet, want je wil eigenlijk zorgen dat die eigenlijk zo min mogelijk taken krijgt, die Formule Engine. Als ik naar de mesje kijk, dan zie ik dat we hier een filter hebben gebruikt in een calculate. En eigenlijk is dat niet de bedoeling, want dan creëer je een tabel waarop die elke keer alles gaat uitzoeken. En calculate is een stuk slimmer, dus we gaan eigenlijk de filter gaan hier verwijderen. Want je zit eigenlijk in dezelfde tabel. Volgens mij is dat een beetje de vuistregel ook. Hè? Van je zit al in dezelfde tabel. Dus je hoeft niet een soort hulptabelletje te creëren met behulp van dat filter. Het is helemaal niet nodig. Dus het is ook echt geen slimme measure. Hij is niet slim geschreven. Nou, ja, dan gaan we opnieuw draaien, zeg maar. Ja, ja. Tot hij nog veel... Nou, gaan we weer een tijd wachten. Oh, hij is al klaar. Hij is al klaar. Huh? Dus hij heeft op dit moment... 105 milliseconden. Dus hiermee hebben we hem verbeterd. Nou, en eigenlijk kan je hiermee gebruik maken met elke message die je schrijft. Gebruik hem in DAX Studio. Dat is eigenlijk mijn advies aan jullie. En ga eens kijken
probeer dezelfde mesh op verschillende manieren te schrijven. En kijk dan eens, wat zijn de performance? Wat is je uitkomst? Wat kan er beter? En verdiep je dan ook in de DAX waarom dat gebeurt, als je dat leuk vindt natuurlijk. Ja. En nu eigenlijk kan ik hem kopiëren. Kan ik hem in mijn Power BI-vel plakken. Ja. In de mesh. Kijk of het daar ook zo snel gaat nu. Refresh Visuals. Ja. Oh ja. Dus nou ja. Eigenlijk zonder dat je met je 500. Eigen... Ja, klap hem eens open die matrix in de Performance Analyzer. Ja, daar ja. Hij staat nou hier zo. Dan zie je nog 8 milliseconden daarover. 8 milliseconden? Dus dat is toch sneller dan wat we net zagen dan? Ja, maar ik heb hier zo, want ik heb niet opnieuw de blanke pagina geopend enzovoort. Oh ja, oh, dus dan zie je daar de impact ook gelijk van dat cache. Ja, dat was ook een mooie. DAX Studio, ik denk dat het voor veel mensen nog die net met Power BI beginnen nog best wel een onbekend tool is. Dus ik vind het ook zeker leuk, misschien moeten we dat nog eens een andere keer doen, dat we misschien nog andere dingetjes met DAX Studio eens gaan kijken, wat kan er nog meer mee. Maar onder andere kan je dus dit soort performance analyse erop doen. En ik denk dat ik het zelf ook maar eens even wat meer ga gebruiken. Ik wil je hartstikke bedanken, Peter, voor dat je dit met ons wilde delen. Kijk, we hebben zelfs een mooi tekstje ervoor gemaakt. Geen dank, onwijs leuk.